De Antilliaanse gemeenschap houdt op zondag 3 oktober een anti-vuurwapenmanifestatie in Rotterdam. Aanleiding zijn de vele schietincidenten van de afgelopen weken, waarbij Antillianen betrokken waren. Zo schoot een 28-jarige Antilliaanse man eind augustus een vader en zoon neer in de Oleanderstraat in Rotterdam-Bloemhof. Het motto wordt: Stop the violence. Het is genoeg. De organisatie verwacht zo'n duizend belangstellenden. De komst van een overdekte schaatsbaan in Rotterdam Zuid staat op losse schroeven. Een woordvoerder van sportwethouder Antoinette Laan heeft bevestigd dat het nog niet zeker is dat er naast het Feyenoordstadion een ijsbaan komt. Er wordt ook bekeken of er een accommodatie kan komen voor andere sporten. In december wordt er een besluit genomen. In Hoek van Holland is vrijdagavond het megatransport van drie transformatoren van start gegaan. Ze worden vervoerd naar het hoogspanningsstation in Wateringse Veld. Verschillende wegen in het Westland zijn voor het transport afgesloten. In totaal zijn dit weekend 170 mensen aan het werk om het transport in goede banen te leiden. Marichelle de Jong heeft de finale van het wereldkampioenschap vrouwenboksen niet gehaald. Ze moet genoegen nemen met een bronzen medaille. De 32-jarige Waddingsveense, die uitkomt voor de Rotterdamse bokschool van het Hof, verloor in Barbados van de Engelse Savannah Marshall.